Voor een maximaal resultaat heeft een plant de juiste verzorging en voeding nodig. Als specialist op het gebied van kweken zijn we je graag van dienst met alle informatie die je nodig hebt. Gebruik Gamma Hydroflorus samen met een inert substraat in een run-to-way systeem tijdens de bloeifase. Zo krijgt de plant alle essentiële elementen die nodig zijn om het bloeipotentieel te optimaliseren. Zodra de plant zijn eerste bloemen aanmaakt, stap je over van Gamma Hydrovega naar Gamma Hydroflorus. Gamma Hydroflorus voeding is speciaal ontwikkeld voor de generatieve fase en bevat meer kalium en fosfor. Behalve kalium en fosfor is ook stikstof nodig. De vermenigvuldiging van cellen begint met de deling van de celkern, die de genetische informatie bevat. De stikstof is nodig om DNA-eiwitten te reproduceren, omdat bloemen uit eiwitten zijn opgebouwd. De extra voeding zorgt ervoor dat de bloemen zich optimaal ontwikkelen en tot hun maximale vermogen groeien. Zodra de bloem zijn volle formaat heeft bereikt, begint deze te verwelken. De stamper blijft over en zal opzwellen. Dit is het begin van de volgende fase, wanneer de stamper meer fosfor en kalium nodig heeft. Als je dieper in de stamper kijkt, zie je dat er in de cel een watercompartiment zit. Dit compartiment bevat kalium en water. Kalium verhoogt de EC-waarde in de plant en zet de cel onder druk. Hierdoor wordt de vrucht harder en zwaarder, wat belangrijk is voor het eindresultaat. Elke cel trekt water aan en probeert dit voor eigen gebruik op te slaan. Kalium zuigt het water naar het blad, waar het verdampt. Een overschot aan kalium betekent dat het blad ofwel zijn water vasthoudt of minder vrij maakt. Dit resulteert in brandvlekken. Het water is namelijk nodig voor de transpiratie of het koelen van het blad. Om voortijdige rijping of verbranding tijdens de rijpingsfase te voorkomen, geef je de plant water zonder of met minder voedingsstoffen. De plant zal tot op de laatste dag voedingsstoffen blijven opnemen, zij het in kleinere hoeveelheden dan in de vorige fasen. De plant kan zich nu concentreren op het vermeerderen van zichzelf. De fosfor in de vrucht stroomt naar de zaden, wat de ontwikkeling ervan bevordert. Zaden hebben fosfor nodig om de energie die ze nodig hebben om te ontkiemen vast te houden. Deze energie zorgt ervoor dat de zaden een goede start krijgen. Als je Gamma Hydroflorus correct gebruikt, behaal je elke keer een optimaal resultaat. Naast onze basisvoeding bieden we ook een reeks additieven om ervoor te zorgen dat je meer uit je plant haalt. Vergeet dus niet om Gamma Rhizotonic, Cannazyme, Gamma Boost Accelerator en Gamma PK1314 tijdens de bloeifase te gebruiken. Dit geeft je een nog betere opbrengst.